de vlucht een vrouw die een varkentje borstvoeding gaf. Paddo-ceremonie of... Nee, is heerlijk, toch? 3 weken alleen maar met mensen. Dat vind ik dan ook wel weer heftig of zo. Ja. Man, het is zo leuk, kinderen hebben. Ik had het niet verwacht. Wat ik ben gewoon de hele tijd verliefd eigenlijk. In theorie is het vrij makkelijk om dingen te veranderen. Door allemaal wat Maar waarom doen we het niet dan? Ik denk soms wel vaak van, het zijn we eigenlijk met z'n allen vreselijk, joh. Ja, de mensheid aan zich. Ja. Maar ik heb wel altijd inderdaad dat ik moet voelen van dat het leven ergens om draait. Zodra het rustig lijkt te worden, dan merk ik toch wel dat ik daarvan wegren of zo. Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En ja, dames en heren, u ziet het goed. Ze is terug. Niemand minder dan Lauren Verster. Yes, ik ben er weer. Yeah. En ze is net terug uit Parijs. Ja, vannacht. Ja. Nou, de allereerste reportage hebben we gedraaid. Na een jaar. Ja, hoe vet is dat? Ja, was echt te gek. Want ook wel lekker, even een jaartje niet op reis. Ja. Maar nu ging ik weer en toen dacht ik, ja, het is toch wel mijn ding. En waar ben je geweest? Dat was Parijs, maar bij welke... Nou, ik ben dus meestal in dit programma, dat heet Lauren uitroepteken. Dat is een beetje raar omdat mijn eigen naam is, maar ja, daar heb ik nou helemaal niet echt veel invloed op. Dit is al seizoen 9 of zo, wat ik nu ga maken, of 10 misschien wel. Maar we duiken eigenlijk altijd in een wereld, een groep, een scene. Ja. En kijken wat die mensen doen en waarom ze doen wat ze doen. En nu gingen we naar Vogue. Voguing, ken je dat nog? Nou, dat ken ik niet, maar dat schijnt iets met handen te zijn. Ken je nog Madonna van vroeger met dat Vogue? En dan dat ze, ja, ik kan nu niet echt helemaal voordoen, maar het is allemaal met die handen, het is op een catwalk, het is best wel gayish. Maar is het een dans? Ja, het is een dans. Oké. Okay. Het is een dans, maar heel erg en vogue, zeg maar. Ja. Ja, je moet het eigenlijk eventjes bekijken online. Ik heb wel een plaatje in mijn hoofd. Ja, en je hebt allemaal houses. En houses zijn huizen. En daar wonen allemaal mensen. Veel van hun zijn queer of transseksueel. En die huizen, dat zijn een soort safe places. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar voor die transseksuelen. En die dansen tegen elkaar de Vogue. En waarom daar, safe places? Want op andere plekken zijn ze niet veilig? Of? Ja, dat is echt het zijn eigenlijk over het algemeen mannen die zich vrouw voelen. Al vanaf geboorte of ergens is geworden toen ze 5 of 6 waren. Die hun hele leven daarmee worstelen. Die nu met een jurk aanlopen en hakken. Maar ja, goed, je ziet natuurlijk toch gewoon dat het een man is. Die worden overal uitgekotst, weggehoond. Is eigenlijk super zielig. Ja. Hebben vaak geen contact meer met hun familie. En die gaan dan in zo'n huis wonen met z'n allen. Zodat ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Zodat ze zichzelf kunnen zijn. En dan hebben zij een bal, een groot bal. Maar dat hebben ze wel vaker. Dat noemen ze dan een ballroom. En daar dansen ze allemaal die Vogue tegen elkaar. Dus dat is een catwalk waar ze dan eigenlijk heel hysterisch uitpakken. Met jurken en glitters. Ja, ja. En daar dansen ze. Het is een soort breakdance een beetje. Het is nog best wel ingewikkeld hoor. Ze vallen op de grond, ze komen omhoog. En het gaat eigenlijk over dat leven in zo'n house. En wat is het doel van die dans? Het is echt een battle. Dus je kan winnen en verliezen. Ja, het is net als bij breakdance een beetje. Dus je gaat echt tegen elkaar. En er is een jury die dan bepaalt wie er wint. Ja. En je bent echt bij zo'n battle geweest ook. Ja, ja, ja. Ja. En wat vond je ervan? Heb je meegedaan ook? Nee, ik heb niet meegedaan. Nee, maar ik dacht eerst wel, misschien moet ik meedoen, maar ik kan het echt zo niet. We zijn niet mee geweest. Ik heb niet meegedaan, maar we zijn er wel bij geweest. Leuk. Ja, ik vond het heel interessant. Omdat je het leuke vind ik aan steeds dat reizen. Nou, ik vind het reizen eigenlijk helemaal niet leuk. Maar aan dat ik ben helemaal niet geschikt om te reizen. Maar Parijs is prima te doen, toch? Ja, Parijs is prima te doen. Dan kun je maar op de fiets. Ik vind dat aan in zo'n wereld duiken. Het leuke daaraan vind ik gewoon dat je. Elke keer moet ik weer alle aannames en alle dingen die ik dacht. Die moet ik zeg maar zo opzij zetten. En ombuigen naar een soort nieuwsgierigheid. Ja, ja. En dat vind ik echt tof. En daar leer ik echt zoveel van ook zelf. En ook, ja. Je hebt sowieso wel echt een aangeboren nieuwsgierigheid, ja. Toch? Ja. 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 Ja, ik zag niet zo heel lang geleden, toen waren die afleveringen werden herhaald van jou. En heb ik nog eentje zitten kijken dat jij in die ondergrondse ging. Ja. Dat is ook Parijs. Parijs, ja. Dat is vreselijk. Ja, dat lijkt me echt wel doodeng. Ik ben sowieso best wel claustrofobisch. Het was echt vreselijk. Maar door je programma kom je natuurlijk op de meest bizarre plekken. En je moet er even voor reizen. Maar de payoff is natuurlijk wel lekker, want je maakt dingen mee. Ja, daar kunnen eigenlijk weinig mensen over meepraten, toch? Ja, echt heel veel avonturen. Ja, wat is het mooiste avontuur die je gehad hebt? Nou, ik had gisteren, ik heb vaste cameraman die meestal meegaat, Kevin. En die zei ook gisteren, weet je nog, dat we naar Papua Nieuw-Guinea gingen. Dat we meer dan 30 uur moesten vliegen. Dat we echt zo gaar als een konijn daar aankwamen. Toen waren we, zat er ook op een gegeven moment bij ons in de vlucht een vrouw die een varkentje borstvoeding gaf. Wat? Ja, dus echt achter in het vliegtuig. Dus dan, hoe dan? Ja, want die geeft dan nog melk van haar kindje of zo. En dat trekken ze dan gewoon door. Maar hoe, superhandig. Hoe check je hem? Die sabbelen gewoon. Maar hoe check je die in? Zo vaak heb je ook een paspoort. Nee, die gingen gewoon allemaal mee. Nee, dat waar. Je zat gewoon op een bankje in een vliegtuig.
En dan zaten we daar dus echt maar ook mensen met guns op hun schouders, afgehakte vingers. Want elke keer als er dan iemand overlijdt, dan gaan die oudsten uit zo'n stam, die hakken dan een vinger eraf, nee, de vrouwen. Ja, dus er waren allemaal vrouwen met stompjes. En dan zaten we in zo'n heel gaar vliegtuig. En dan moesten we landen op een landingsbaan waar allemaal kinderen aan het spelen waren met ballen. En dan toette je op zo'n toeter. En dan moest dan iedereen snel daar van die landingsbaan af. En dan nog een hond er doorheen. En dan ging dan allemaal net goed. En dan was je er. Bizar. Ja. En ben je tijdens een reis eigenlijk wel eens bang? Ja, super vaak eigenlijk. Ja? Ja. En schiet er dan ook wel eens te binnen van... Ja, leuk allemaal, televisie maken, maar... Ik heb thuis ook gewoon een gezinnetje. Ja, nou, ik ben ook natuurlijk wel... Ik was vroeger wel veel heldhaftiger wat dat betreft. Of ging ik er veel meer doorheen of zo. Dan dacht ik van, nou ja, het is spannend, maar we moeten nu het verhaal gaan halen. En ik ben er nu en ik ga het toch doen. En weet je wel, ging ik dat veel meer overwinnen. Of echt op de klok kijken. Dacht ik, dan was ik bij een bendeleden of zo in El Salvador... waar iedereen met messen zwaaide en stoned was. Of in Colombia of dat soort landen. Kijk ik op de wekker en dacht ik van, oké, ik moet hier nu 3 kwartier blijven. Ja. Dan heb ik... iets van een verhaal en dan ga ik echt zo snel mogelijk weer terug in de auto en aan mijn ouder vier. Maar nu zou ik dat niet meer zo heel snel doen. Je hebt meer verantwoordelijkheden natuurlijk, niet alleen aan jezelf nu. Ja, en de kick is gewoon minder geworden. Ja? Ja, tuurlijk. Je wordt gewoon ouder en ik doe het 15 jaar. Dus in het begin heb je gewoon, ja, dat zie je toch bij iedereen. Dat kan, Waar haal jij nu je kick vandaan dan? Van mijn camera. Van je camera? Die geven zo'n enorme kick. Nee. Nog steeds wel daaruit hoor. Maar het is wel... Ja, gewoon die adrenaline. Ja, dit is gewoon... Ja, dat is toch op een gegeven moment... Dat zul je toch ook wel merken bij je allereerste podcast... of weet ik veel wat, dan denk je misschien... die je maakt... Ik sta helemaal strak van de dopamine nog steeds... nu ik tegenover je zit. Ja? Dat gaat nooit meer weg. Oh, iets gaat bij mij ook niet meer weg. Nee, natuurlijk. Nee, ja, nee, als je iets vaak hebt gedaan... dan is de spanning minder. Dus ook met je eerste grote reis. Maar dat is, die verwondering is natuurlijk wel jammer... dat je die kwijtraakt. Die ben ik niet kwijt. Nou, maar oké. Okay, dus jij... De eerste keer dat ik naar Azië ging, dat gevoel wat ik toen had, die geuren die ik rook, bijvoorbeeld in Bangkok en de dingen die ik zag, dat heb ik echt niet meer als ik daar voor de 7e of 8e keer ben. Dan vind ik het nog steeds wel tof en ik denk, ja, ik ben in Bangkok, maar die complete verwondering van, ik wil overal kijken, ik wil alles zien, dat gaat toch weg. Ja, helemaal op het land. Maar wij gaan natuurlijk altijd mee met een groep mensen. Ja. En die groep mensen die cast je natuurlijk omdat ze iets bijzonders doen. Ja. En dat is steeds weer super anders. En wie produceert het eigenlijk? Nu de co-producent. Okay. En dan doe ik de helft en zij de helft. Dus het is echt een co-productie. Dus ja. Dat is super fijn. Hiervoor Simple Media. Ja. Die ook Hunted maken. Ja. Dus zo. Leuk. Ja, we hebben verschillende gehad. Leuk om een keer mee te doen, Hunted. Ja. Ah, lijkt mij heel leuk. Heb ik ook tegen Marcel gezegd. Had ik ook tegen jou gezegd. Ik zei, kan jij, weet je, zullen we Hunted gaan doen? Zullen we Hunted gaan doen? Who knows? Leuk, who laten knows? We Hunted gaan doen. Ik heb nog nooit aan iets meegaan als kandidaat. Ik durfde niet zo goed. Maar heb jij, want je bent... je zei ook net van, ik ben een beetje een loner, zei voordat de podcast begon. Ja, ja. Hoe, Nee, ik dacht dat wel. Bijvoorbeeld bij Wie is de Mol of zo. Daar heb ik ook wel eens voor gevraagd. Of Robinson of... Ja, allemaal van dat soort programma's. En dan dacht ik van, oei, ja, dan zit ik dan 3 weken alleen maar met mensen. Dat vind ik dan ook wel weer heftig of zo. Ja? Ja, ja, ja. Ja, komt niet over als een loner. Nee, maar ik vind het echt wel super fijn. Om dan zo 's ochtends ook in Parijs. En dan worden we nu wakker met z'n allen. En dan ben je natuurlijk met zo'n team. Maar ik moet dan 's ochtends gewoon echt even in mijn eentje een rondje lopen. Even een koffertje halen. Ja. Een dagboek schrijven. Even een soort mijn eigen dingetje of zo. En dan ben ik bang dat ik dat dan niet kan of zo. Is dat onderdeel van je routine, ochtendroutine, om in je dagboek te schrijven? Maar ja. Ja? Hoe lang doe je dat al? 10 jaar? Ja? Dat doe ik echt elke dag. Wauw, hoeveel boekjes heb je al niet? Ja, heel veel. En ik denk ook dat het leuk is als ik doodga, dat die dan misschien naar mijn kinderen gaan. Dus dan schrijf ik altijd op van wat het leukste moment is van de dag ervoor. En wat ik dan, zeg maar, wat mijn missie is voor deze dag. Ja. Dan altijd. Soms zijn het maar 3 zinnen en soms zijn het echt veel meer. Is het veel meer. Maar je schrijft natuurlijk ook automatisch dan over je kinderen. Ja. Denk ik. Ja, maar soms dacht ik, heb natuurlijk ook soms wel gewoon. Met mijn geliefde, een soort van wilde nacht. Dus dan ga ik dat helemaal zitten opschrijven. En denk ik van, ja, dat is dan ook niet echt wat je wil lezen van je ouders, weet je wel. Hoezo niet? Ja, plak ik dan wel dicht op bladzijde. Denk je bij jezelf, ja, mama en papa waren echt rocksterren. Ja, precies. Nou, dat zou ook wel kunnen. Nee, maar dat op die bladzijde ook nog zo'n druppel GHB zit, weet je wel. Ja. Nee, maar kijk, ik kan me dus wel voorstellen dat... als je dat later terugleest als kind, en niet zozeer dat mama en papa naar een orgie zijn geweest, maar wel dat je leest over van wat mama dan met jou meemaakt of zo. Dat toch dat je
situaties, ja, of uitspraken die kinderen doen. Kijk, kinderen hebben nog gewoon geen beperkt... die hebben zo'n grote fantasie. Die zijn nog helemaal niet afgestompt. Dus die zien de wereld gewoon op een andere manier. En die doen af en toe uitspraken. Die zijn echt magisch of zo. Ja, en, dat is te gek, toch? Ja, dat vind ik echt heel tof aan... Man, het is zo leuk, kinderen hebben. Ik had niet verwacht. Nee. Het is echt de leukste ever. Ja? Ja, ik vind het echt heerlijk. En ik vind het ook helemaal niet zwaar. Ik kan er niks aan opnoemen. Ik vind het zo fijn. Maar ik ben gewoon de hele tijd verliefd eigenlijk. Ja. Dat is het gewoon. Ik had het natuurlijk ook nog nooit meegemaakt. Maar ja, ik heb dan twee kleine kinderen. Maar ja, het is gewoon, weet je, als je... Je hebt het natuurlijk bij je partner ook wel, maar op een gegeven moment ietsje meer, ja, op een andere manier of zo. Bij je kinderen is het echt... Dat is zo onvoorwaardelijk. Ja, een beetje, nou, het is gewoon toch een soort verliefdheid. Ja. Je wil je gewoon de hele tijd zoenen en inknijpen. En weet je wat, dat gevoel heb je gewoon. Dat de hele, dat 's ochtends. En dan, oh ja, je vindt ook alles lekker ruiken. Zo stinkend in zo'n slaapzakje. 'S ochtends zit ik helemaal zo aan te sniffelen. En allemaal, dat is zo lekker. Ja, dat is echt lekker. En kun je het moeder zijn nog wel combineren met de Lauren die dan altijd op zoek was naar prikkels? En, Ja, jawel. Maar dat ben ik nog steeds wel, denk ik, hoor. Ja? Ja, maar ik weet niet echt of dat nou... Mensen maken er dan natuurlijk van in de media altijd van... dat je dan super thrillseeker bent of zo. En daar ga ik dan op een gegeven moment ook... Nou, dat deden ze wel vroeger. Ja? En ik ging nou op een gegeven moment ook maar gewoon in mee. Want ik dacht van, ja, als ik iets anders zeg, dan schrijven ze toch op. Hoe kwam dat dan? Ja, gewoon zo'n soort imago. Dan dacht ik, nou ja, dat is ook niet echt per se een heel slecht imago. Nee. Dus dan ga ik er maar gewoon niet mee. Waar je op zondag gewoon piano aan het spelen was. Precies. Thuis. Nee, maar het is mij nooit super te doen om dat het eng is op reis. Of dat het dan net goed gaat. Of ik wil gewoon dat verhaal halen. En ik vind het allerleukste om mezelf gewoon op te stellen als een soort... Of eigenlijk alles wat ik al mijn aannames of alles wat ik denk te weten te parkeren. En dan helemaal als een soort alien naar iemand te kijken. En gewoon te denken van, hé, we... En dat helemaal blanco, zeg maar, uit te spinnen. Dat vind ik gewoon superleuk. Ja, zonder aannames. En, ja, maar ja. Of dat nou spannend is ergens. Of dat nou, want we zijn toen op een gegeven moment een keertje beschoten in Colombia. En toen was het helemaal op het nieuws. En toen begon het een beetje, zeg maar, dat me een beetje mijn imago werd altijd in interviews en zo. Maar of dat nou super spannend is daar of gevaarlijk of niet, dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Nee, je wil je gewoon verwonderen. Ja. En laten verrassen ook wel. Ook helemaal niet zo per se altijd super veel van mensen houden, hoor. Nee. Eigenlijk. Nou, nee. Ik denk soms wel vaak van, dat zijn we eigenlijk met z'n allen vreselijk, joh. De mensheid aan zich? Ja. Ja. Heb je dat nu op dit moment ook nog? Je kijkt er echt heel serieus bij. Nee, ja, gewoon überhaupt. Ja, vind jij niet dan? Jawel, nee. Er is echt geen gedrag zonder belang erachter. Dat bestaat gewoon niet. Nee, natuurlijk niet. We zijn allemaal verkeerd geprogrammeerd met z'n allen. Ja. Nee, ja, dat is... Dat, maar goed, ja, wel een beetje verkeerd geprogrammeerd. We hadden het net een beetje over spiritualiteit. Ja. Waar ik niet meer zo in zit, hoor. Maar dat is inderdaad wel... Als je het vanuit daar bekijkt, zou je wel zeggen... We zijn met z'n allen wel een beetje verkeerd geprogrammeerd. Toch? Ja. Nou, vind ik wel, ja. Maar dat heeft toch helemaal niks met spiritualiteit te maken. Dat is gewoon... ik bedoel, je... Je wordt op een bepaalde manier, groeien op, je wordt opgevoed op een bepaalde manier. Je krijgt allemaal dingen mee op school, van je thuis, van je ouders, weet ik veel. Je kijkt naar het nieuws. Ik vind het niet zo gek dat is gewoon letterlijk een programmering. Ik denk dat we dat ook heel makkelijk zouden kunnen oplossen in theorie. Ja? Natuurlijk wel. We kunnen toch met z'n allen op een hele andere manier zouden we kunnen leven in theorie. Hè? Even los van het feit of het gaat. Waarom lukt het dan niet? Omdat er ook heel veel mensen zijn die belangen niet opzij willen schrijven, denk ik. Maar wat bedoel je daar dan concreet mee? Nou ja, ik denk dat... Jij zegt, we zijn allemaal best wel hebzuchtig en er moeten altijd belangen achter zitten, toch? Ja, ik denk niet. Ik heb heel lang gedacht van niet. En dan ging ik naar zo'n hippie community in de USA, waar iedereen het dan anders ging doen. En die gingen dan alles delen en één grote one love en naakt rondrennen en alles kon en dingen. En dacht ik van, nou, dat is echt een utopie. Alles vanuit liefde. Nou, ook niet, hoor. Nee, maar dan ben je dan een week, was ook ruzie. En dan is die weer kwaad omdat die wc's moet schoonmaken en iemand anders moet van de aanrecht schoonmaken, weet je. Want het gaat precies hetzelfde. Ja, maar dus uiteindelijk denk je wel, ja. Oké, ja. Dus jij denkt dat het als mens niet mogelijk is om te veranderen? Dus wat wij nu als mensheid laten zien, dat is het dan? Of heb je wel nog het gevoel dat het mogelijk zou zijn om met z'n allen collectief dingen anders te doen? Je bedoelt als maatschappij? Ja, gewoon als mensheid als zich. Dus kijk, die trekjes waar jij zelfs bij zo'n hippie community, waarin iedereen pretendeert dat alles vanuit liefde is. Ja, daar komen toch ook die... onderliggende menselijke... Als je ze beter leert kennen.
was bij de Rastafari's, zijn veganistisch in Zuid-Afrika. Ja. Veganistisch, one love, alles was sister, brother, super. Je zit daar echt en denk je van, nou, dit is gewoon echt one love, weet je wel. Alleen maar dansen, ze delen alles, ze geven niet om geld. Ja, ik vond dat echt wel cool. Ik dacht echt van, ik word ook Rastafari. Dus het lijkt te geloof te zijn. Ik dacht, nou, ik word dat ook. En op de laatste dag zegt een van die mannen tegen mij, zegt hij, ja, we hebben hier constant ruzie, want dan krijgen we geld via fondsen. En ze verkopen ook wiet aan de kant van de weg. En dan krijgen ze daar geld mee. En dat geld verduistert de hele tijd. Ja. Dus het is de hele tijd, jat iemand dat. Ja. Dus toen dacht ik ook, ja, het is me toch ook wel weer, ja. Ja, same, same. Maar ja, als je kijkt naar al die goeroes die worden aanbeden. Dat zijn toch ook vaak de grootste schoften die echt alleen maar geld in hun zak steken. Ja. En niet van de vrouwen kunnen dat afblijven. Dat zei jij toch, ontmoet nooit je helden? Nou ja, we hadden dat hier vorige keer besproken. Ja, ik heb een. Had jij een goeroe waar je echt tegenop keek? Nee, weet ik even niet zo 1, 2, 3. Maar je hebt wel een held ontmoet die je liever niet had willen ontmoeten? Nee. Ook niet? Nee, een held? Nee. Nee, oh, dacht dat je dat, ik dacht dat je dat bedoelde. Dat je dat wilde gaan zeggen. Maar dat zei jij. Ja, nee, dat klopt wel. Toen zei je, al die goeroes zijn ook helemaal koekeloeren. Ja, natuurlijk. Nee, tuurlijk. Maar die worden aanbeden. En die... Maar kijk, mensen zoeken dan toch ook altijd weer een soort van... Ze zoeken altijd iemand die het ze moet gaan vertellen of zo. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Dat hebben wij nu ook met een overheid. We laten alles door de overheid beslissen. Ja, yeah, ja. Yeah. Overheid bepaal. We leven altijd... Maar jij denkt dat we collectief beter kunnen worden met z'n allen? Jawel, zeker wel. Ik probeer het, maar het lukt me helemaal voor geen meter, joh. Nee, maar... Ik ben eigenlijk ook geen haar beter dan iedereen anders. Nee, dat zijn we ook niet. Nee. Maar ik denk dat als je het hebt over programmering... Als je het vanaf de kern zou aanpakken... Dus vanaf de geboorte nu... Alle kinderen die nu zouden geboren, dat je die op een bepaalde manier opvoedt... Dan denk ik wel dat je een generatie kan kweken die wat minder hebzuchtig is en wat minder... Qua spullen en dat soort dingen. Ja, maar gewoon ook... Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk... Het is te raar voor woorden sowieso... dat wij in een wereld leven waarin ik s'avonds... naar een pot augurken kijk en denk... Oh, die is over de datum, een uur. Ik gooi hem weg. Terwijl daar ergens anders op de wereld mensen honger hebben. Even gewoon... Ik weet dat dit heel cliché is. Ja. Maar laten we eerlijk zijn. Tuurlijk zouden we dit collectief anders kunnen doen. Alleen, het is niet eerlijk. Maar heb jij het weggegeven dan? Want je hebt een contract bij RTL. Dus daar krijg je waarschijnlijk best wel goed voor betaald. Dus je kan ook wel met de helft, waarschijnlijk. Ja, dus, dan zou je maar heb jij het dan weggegeven aan iemand die het niet had? Nee, het enige wat ik doe is mijn kleding regelmatig sponsoren aan Humanitas. En ik heb wat goede doelen. Ja. Maar ja, nee, ook nee, niet genoeg. Snap je? Dus ik probeer dan minimalist te worden al 2 jaar. Dus ik luister allemaal podcasts en dan lees ik boeken. En ik heb ondertussen een koopverslaving. Dus echt... Ja, dat had je vorige keer. Nee, ja, het is echt, ik blijf maar bestellen. Het is echt vreselijk. Ik kom er ook niet vanaf. Nee, het is echt het is een cyclic trek. Maar hoe lang geleden hebben we elkaar voor het laatst gezien? Nou ja, maar het is al jaren zo. Dat is een jaar geleden. Mijn liefje is ook opgehouden met wat over te zeggen. Komt elke dag een Zalando-pakket binnen. Het is echt... En ik zit even te chillen en dan is het nu 50% afprijzing. Ja, ik kan het gewoon niet weerstaan. En dan ondertussen luister ik al die podcasts van minimalisten die zeggen van ja, je moet met minder, want je vervuilt de wereld en dit en dat. Nou, dan denk je, moet je kijken, joh. Dat is echt... Het is toch best wel moeilijk, weet je wel? Ook met vlees en met vis. Ik heb eigenlijk heel veel respect voor mensen die veganistisch zijn en dat soort dingen. Maar ik heb het wel een tijd geprobeerd en dan gaat het weer mis, weet je wel. Dus ik vind het moeilijk, hoor, om... Maar het is ook niet... Ik denk om ook goed niet... te doen voor het collectief. Ja, voor nee. Voor je eigen vrienden is het niet zo moeilijk en voor je familie. Nee, maar dat kun je toch ook uiteindelijk alleen maar gezamenlijk doen. Kijk, als je het hebt over vlees eten. Kijk, ik eet weinig vlees. Ja. Veel minder dan vroeger. Maar op een gegeven moment vond ik het gewoon belachelijk. Ik heb dat verhaal je vaker verteld, dus ik zal het kort houden. Maar dat ik gewoon 3 keer per dag kip at. Ja, om mijn broodje, mijn salade of 's avonds in mijn rijst. Dacht ik, ga dat minder doen. Al zou je toch met z'n allen afspreken van... we eten 2 keer per week geen vlees, wereldwijd. Bijvoorbeeld, wat dat voor een impact zou hebben. Dus in die zin kun je natuurlijk vrij makkelijk... Het is een ander verhaal of mensen het daadwerkelijk gaan doen. Maar in theorie is het vrij makkelijk om dingen te veranderen. Door allemaal wat Maar waarom water. Doen we het niet dan? Ja, dat lijkt me... Ja, ik weet niet. Ik denk omdat ik niet denk dat mensen überhaupt in het collectief denken. Nee, dat bedoel ik. Daarom is het zo moeilijk. Ja. Ik denk dat... Want je hebt natuurlijk wakker dieren en zo. Die bombarderen heel social media en weet ik veel allemaal wat. Met wat je allemaal wel niet moet kopen qua vlees. En een vleesloze dag en dingen toch doen. Doet ook bijna niemand het. Nee. Alhoewel die beweging wel groot geworden is, dat is hoor. Waar, dat is waar. En ik moet echt respect naar de vegetarische slagers. Geen sponsoring dit. Ja, nee, is goed, hè? Waanzinnig, toch, wat zij doen? Ja, vind ik ook. Alleen dan, dan krijgen we dat volgende discussie. Van dan moet je wel oppassen dat het niet wel allemaal soja-rotzooi is. Want dan,
Ja, en dat is het moeilijke eraan. Dat het is gewoon niet snel goed natuurlijk. Want nee. Avocados mag je ook alweer niet eten. En die soja is ook alweer slecht. En dan... Ik sprak laatst een vrouw die... ik sprak die vrouw niet zelf, maar een vriendin van mij sprak haar. En die vertelde dat... Zij kweekt haar eigen groente. En dus is blijkbaar een soort dingetje. Die kun je in de tomaat stoppen. En dan geeft hij een getal aan. En laten we even in Jip en Janneke taal zeggen dat... Als die 10 aangeeft, dan zit hij vol met de juiste voedingsstoffen. Die een tomaat nodig heeft. En die uit de supermarkt, ja, komen niet verder dan 5. Maar wie is dit? Dat was een vriendin van haar, van een vriendin die ik weer ken. Ja, dat is een beetje raar. Het is ook iets wat werkt in zo'n ding. Nee, maar dat kan. Je kan een voedingsstof in de tomaat trekken. Ik zou maar willen hebben, dan kan je hem gewoon niet... Maar dit was niet op Ibiza? Nee. Oké, top. Ik had 4 mushrooms op en toen zei iemand dit. Nee. Oh ja, top, ja. Nee, maar natuurlijk, ik vind het niet zo onvoorstelbaar om te denken dat zoiets bestaat. Dat je de voedingsstoffen van een tomaat kan checken, toch? Ik heb geen idee. Nee? Nou, kan. Dat vind ik niet zo gek. Ja, nee, ik dacht misschien... Ja, ik weet niet hoe ze dat doen. Ja, het zal kunnen, ja. Maar als je dus denkt dat je heel veel groente haalt bij de supermarkt... en daarmee gezond bezig bent... dan zit daar vaak ook weer allemaal rotzooi over. Ja, er zit superveel rotzooi in. Dus inderdaad, het is gewoon fucking moeilijk. Maar dat is er gewoon hoe we alles met z'n allen hebben ingesteld... en dat het allemaal makkelijk en snel moet. Ja. We zijn gewoon enorm lui geworden. Het moet allemaal met een druk op de knop. Ja, en we zijn met te veel mensen. Ja, maar dat vind ik ook gelul. Ja, dat is natuurlijk toch wel zo. Ja, wie zegt dat dan? Hoezo zijn we te veel mensen? We verbruiken gewoon te veel met z'n allen. Ja, dat kan je ook zeggen, ja. Ik vind dat zo gek. Ja, wanneer ben je met te veel? De plastic bijvoorbeeld is gewoon een groot probleem. Kijk, dat vind ik echt schandalig. Op Bali, je kan geen strand meer vinden waar je alleen zand ziet. Dat slaat helemaal nergens op. Nee, jammer, hè? Ja, voor Temptation Island waren wij in Thailand. En toen hebben wij 8 stranden af moeten rijden. Omdat we geen normaal strand konden vinden om een shot te maken waar geen plastic te zien was. Ja? Ja, echt erg hoor. Ja, dat is erg hè? Ja. Treurig. En dan drink je maar weer een wodkatje. En dat is vaak echt een hele goede oplossing. Als het dichtbij komt, dan verdoven we onszelf. Ja, en dan rennen we weg en dan zeggen we, nou, maar wat is het gezellig. Hey Laura, je bent hier voor de 2e keer. Ja. Gezellig. Ik vind het leuk. En leuk, de laatste keer dat je wegging, toen ben je begonnen met je webserie. Ja. En... Nou, we waren een soort platform begonnen volgens mij. Je was een platform begonnen. We zijn er alweer mee gestopt. Oké, want ik had je eigenlijk uitgenodigd om van die verhalen. Want je hebt allemaal experimenten weer gedaan. Ja. En je vindt het wel leuk, want we vinden wel... Het is warm hier, hè? Ja. Nou, je mag wat uittrekken, maar het is een beetje gek misschien. Ja. Nee, de airco is kapot. Al 3 dagen. Maar je hebt nog enigszins geluk, want gisteren was het echt een drama. Ja? Ja. Er kwamen ook mensen met een trui hier naartoe en zo. Dus dat was... Top. Was niet best. Maar wil je er wat over zeggen? Of zeg je van, nou, ik... Ja, nee, kom maar. Ja, hey, dat met platform, hoop, hoe is het ermee? Ja, ongeveer net zo goed als met jouw platform. Ligt er ook uit. Ja. Jij luistert die podcast, hè, van Monica en mij. Ja, ik heb een paar geluisterd. Ja? Ja. Oké. Nou, dankjewel. Ja, nee, met ons platform. Nee, we waren met een hoop bombari, waar we begonnen natuurlijk. Een hoop, ik had natuurlijk allemaal interviews ingezet en dingen. Ja. Waar we dus Wonderhood begonnen. Maar ook omdat het corona was, dus mijn televisieserie stond stil. En ik dacht, nou ja, ik ga gewoon iets anders doen even. Of even nee, ik had er best wel grote plannen mee. Ik dacht, nou, dan kan ik zelf filmpjes maken. Ik heb alle apparatuur in huis. Ik ga gewoon zelf monteren, zelf filmen. Maar ik denk 3,5 maand gedaan. Toen ben ik er weer mee gekapt. Ja. Hoe lang had jij het volgehouden? Ook zoiets, denk ik. En waarom was jij ermee gestopt dan? Nee, wij hadden dat ook, hè? Veel bombarie, groots. En wij dachten, dat is vet, dat is live. Wij gingen natuurlijk webinars doen, hè? Dus het is wel ook gewoon, weet ik veel, allemaal verschillende mensen die wij interessant vonden. Het zijn eigenlijk gewoon een soort live interviews. Ja. En toen we het aan het maken waren, toen dacht ik al van... Wat is de urgentie om dit live te kijken, zeg maar? Er is echt niemand die meer iets live bekijkt. Maar we hadden ondertussen wel een productieteam ingeschakeld... dat gewoon echt serieus... best wel serieus geschud. Mm. Dus dat kost ook behoorlijk veel geld. En we hadden echt een paar honderd mensen max die dan live keken. Dus dat verdienen we ook helemaal niet terug. En ja, gaandeweg dacht ik ook van... Wat is de meerwaarde nou hier precies van? Weet je wel, het was eigenlijk... Wij wilden ooit een keer een seminar live... grote show doen met allerlei mensen die kwamen praten over... weet ik veel, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en dat soort dingen... Ja, dat kon niet doorgaan door corona. Dus zij kwamen op het idee van... misschien wel leuk om webinars te gaan organiseren. En dat je dan voor... Maar waarom werkt het dan niet? Ja, weet niet. Er zat ook geen passie in voor ons allebei. Wij begonnen daaraan en ik had na 3 afleveringen... had ik ook zoiets van... ik voel het niet. Nou ja. Kijk, had je het dan van tevoren kunnen weten, denk je? Mm,
Nou ja, met terugwerkende kracht misschien wel. Nee. Ik ben er wel met... Toen ik het bedacht en toen we erin stapten, dacht ik wel van... Ah, dit is leuk en tof. Maar bijvoorbeeld, ik deed ook al deze podcast. Toen dacht ik van, ja, oké, een webinar organiseren. Maar stel je voor dat ik, weet ik veel, op een gegeven moment... Ik zeg heel vaak weet ik veel, ik weet het wel eigenlijk. Ja. Ralf Moorman, die kwam bij ons langs, een hormoondokter. Ja. Die heb ik ook in mijn podcast gehad. Dan dacht ik van, ja, was dan nu de meerwaarde van die webinar? Terwijl op zich die vragen zou ik hem ook hier kunnen stellen. Ja. Dus het was een beetje van, ja, ik weet niet wat de urgentie is van dit platform. En toen zijn we er ook gewoon vrij snel mee gestopt. Ja. Want ik moet het echt voelen. Ik weet echt wel wanneer... Als ik iets aanraak waarvan ik denk, oké, dit wordt een succes, dan voel ik dat altijd wel. Ja. En dat ik kreeg op geen enkel manier kreeg ik een signaal van dit is goed. Nee. En we hadden echt door kunnen gaan om we hebben ook gewoon een schuld daarmee gecreëerd. Niet heel groot of zo. Want hoeveel geld moest je erin stoppen dan? Ik weet niet meer precies hoeveel het was. Nee. Maar een paar duizend piek of zo. Ja, zeker. Ja. Ik weet dat we allemaal achteraan de streep iets van 6.000 euro nog terug moesten betalen. Maar ja, dus het is best wel kut. Ik bedoel. Nou ja, dat is ook ondernemen, toch? Een beetje. Zeker, maar we hadden dus ook door kunnen gaan om dan die 6.000 euro nog key te spelen. Maar ik zei, dan laat maar. Dit voelt niet goed. Die gast kan je gewoon hier uitnodigen, toch? Of inderdaad, ja. Ja, dus dat was het een beetje. Dus de urgentie van het platform miste. Dat live, dat aspect van het live doen, dat leverde niet op wat ik ervan verwacht had. Dus ik dacht, ja, de groeten ermee. Oh ja. En dan zijn we weer doorgegaan met andere dingen. Dus ja, ook goed dat je dingen kan loslaten en gewoon zeggen van, nou, dit was hem niet, toch? Ja. Nou, ik vond het eigenlijk wel leuk, want wij hadden echt wel... Nou, ik denk, we hadden dan Wonderwood en het was eigenlijk best wel tof, want het waren allemaal onderzoekjes en kleine dingen, ook over het hele LAL. Oh shit, ik had een boek voor jou mee moeten nemen. Oh shit. Ga ik nog opsturen. Van Marjolein van Heemstra. Ja. In lichtjaren heeft niemand haast. Ken je dat? Nee. Heel goed boek. Okay. Heel lekker. Gaat helemaal over het hele LAL en helemaal lekker specie waar jij van houdt. Oké. Okay. Maar anyways... Nee, echt toffe items. Maar we waren met z'n vieren en ik heb wel echt een les geleerd. Want ja, we waren gewoon met vier best wel heftige typejes. Jij, maar, man? Nee. Ik, Tara, regisseuse. Eline deed dan productie. En Ishara was net afgestudeerd journalistiek. En we gingen met vier vrouwen gingen we dat beginnen. Oké. Super gezellig. Hele avonden vol wijn. We kenden elkaar helemaal alleen zakelijk. Wat we gewoon fout hebben gedaan. En dat is echt, als ik nog ooit zoiets ga beginnen... ook een advies voor iedereen. We hebben het gewoon helemaal niet goed uitgevraagd aan elkaar. Van oké, we zijn. Ik zei, ja, op een gegeven moment wil ik er wel wat mee verdienen. Maar niet meteen. Toen zei ze, oké. En dan ging Eline ging dan over het geld. Maar ik heb helemaal nooit met haar over gehad van wat bedoel je dan met in het begin hoef ik niks meer. En op een gegeven moment, wat is dan op een gegeven moment? Want zij dacht 2 maanden, ik dacht 3 jaar. Weet je wel, en we hebben helemaal niet over gehad. Of met de regisseuse van oké, ja, we gaan er wel nog dingen naast doen qua televisie en dat soort dingen. Maar we gaan hier wel tijd in steken. Maar we hebben helemaal niet met elkaar aan elkaar uitgevraagd van wat is dat dan? Hoeveel tijd gaan we er dan insteken? Hoeveel tijd dan niet? Dus we zijn gewoon echt een soort van uit enthousiasme begonnen, maar dit ging helemaal scheef lopen. Dus op een gegeven moment was het gewoon niet meer leuk. Dus je moet gewoon hele duidelijke afspraken maken aan het begin. Ja, en heel erg uitvragen. Ja. Wat bedoel je dan met wanneer wil je er dan geld mee verdienen? Hoeveel dagen in de week ben je er dan aan kwijt? Wat bedoel je dan met, je gaat er wel tijd in steken, hoeveel dan? Want dan zat die regisseur 3 nachten te monteren... en dan was ik alweer op een televisieset, snap je? Ja. Dus dan zijn de verhoudingen krom. Ja, dan gaat het gewoon krom. En dan ging de producer dus... had allemaal leuke merken die dan mee wilden werken. Zij zei, ik heb een leuk merk. En dacht ik, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Ik ga gewoon mijn eigen filmpjes maken. Kijk, over 2 jaar wel, weet je wel. Ja. Maar dat hadden we helemaal niet goed afgesproken. Dus daar op een gegeven moment ging dat zo scheef. En wilden we eigenlijk allemaal wat anders. Dat ik dacht, nou ja, weet je wat. Oké, jammer. Mee. Ja. Maar ook wel goed, toch, die les? Ja, ik vind het heel leuk, want ik heb wel echt weer heel veel respect voor televisie gekregen. En vooral ook hoeveel moeite het is om gewoon een filmpje van 5 minuten te maken. Maar wat echt, deden hè? We dan? Ja, daar was ik gewoon 5, 6 dagen mee bezig eigenlijk. Ja. Redactie en dingen. Wat een gekut. Ja, wat een gekut. Ja. Dan zat ik ergens en had ik zelf een interview gedaan. Dan moest ik dan monteren en dan laadde ik echt 4 uur materiaal in. En dan keek ik echt naar mezelf en dacht ik, oh, hou je mond, man. Met die vragen. En dan dacht ik, ja, ik heb wel weer respect voor een regisseur die nu mijn afleveringen monteert. En een editor. Ik dacht, wat een gedoe om 5 minuten te maken. Als je het echt op de televisie manier doet dan, hè? Ja, nee, helemaal waar. Rondbellen, weet ik voor allemaal niet wat, ja. Ik heb het al met die podcast, dat valt echt productioneel, is het geen reet. Maar je moet wel gewoon 3 mensen op een dag hebben. Die dan ook allemaal kunnen. En dan moet je ook allemaal met je agenda's rekening houden. En dat is al een geneuzel.
Maar als je dan ook echt nog inderdaad redactiewerk moet doen. Kijk, ik heb hier, ik laat dat gesprek hier altijd maar gewoon vloeien. En ik zie wel waar we uitkomen. Ja, ja, ja. Dus dat is niet zo spannend. Maar ja, dat als je echt een item maakt, ja, waarin je ook iets probeert te halen. Dan daarom doet niemand online dat ook. Nee, maar ook omdat het in die end allemaal gewoon toch wel centjes kost. Ja, ja. Super veel tijd. Hè, ik bedoel, als je leuk alles in je eentje doet met je handcam, ja, dan kan je nog wel zeggen van ik investeer tijd in, dan hoop ik dat er op een gegeven moment een sponsor achter komt of zo. Ja. Maar als je dat met z'n vieren doet. Ja, en ook vier mensen die ook allemaal echt gewoon al een baan hadden daarnaast. En ook niet 20 meer waren. Dus ook echt gewoon, zat ook echt wel een soort, ja, er moest ook echt wel iets serieuzer worden. Ja, kostte gewoon super. Nee, we zijn er gewoon mee gestopt. Maar het was een heel leuk avontuur. En wanneer gaan wij dan aan de Paddo's? Want dat zouden we eigenlijk nog doen voor je programma. Nou, zeg maar. Nou, bij deze. Jasper, kom er maar in. Nee, wij zouden dat nog doen. Wij zouden onder invloed van Paddo's of MDMA, zouden wij volgens mij een gesprek gaan voeren met een psycholoog. Oh ja, die meditatie. Met die filosoof. Oh, een filosoof. Met Jan Boer. Ja, ja. Ik wil dat nog wel doen. Ik ook. Dat kunnen we ook gewoon doen omdat we het leuk vinden. Maar gaan we dat dan opnemen of niet? Weet ik niet. Ja, je hebt geen platform meer. Dus we kunnen het ook gewoon doen omdat we het leuk vinden, toch? Ja. En dan er verslag van doen. Ik vind dat een goed plan. Ik kan ze wel regelen. Ik vind dat wel leuk. Kijk, ik bedoel, je kunt drugs gebruiken. Gewoon zeggen van, ik ga een avondje op stap en ik ga het wild maken. Maar je kan het ook nog doen om te kijken wat het in zo'n geval eigenlijk oplevert. Met een filosoof praten terwijl je onder invloed bent. Ja, maar hij is ook heel leuk. Het is een man, hij is ook nog boeddhist en hij doet allemaal meditaties en dat soort dingen. En hij is dus filosoof en hij is ook echt heel apart. En gaat je dan allemaal vragen stellen als we onder die paddo's zitten. Lijkt me heel leuk. Ja. Maar dat heb je dus nog. Ja, dat heb je allemaal nog wel. Dat je dat leuk vindt om te proberen. Dat is niet minder geworden. Wat? Nou ja, gewoon zo'n een paddo-ceremonie of. Nee, iets. Is heerlijk, toch? Ja, maar ook kan me ook voorstellen. Je hebt al veel gedaan en geëxperimenteerd. Dat je misschien denkt van ja, ik heb nou kinderen. Ik vind het wel even goed. Geloof nee, het wel. Maar dat houdt nooit op volgens mij, hoor. Nee, ik luisterde een interview met Hanneke Groenteman tijdens van de podcast van Theo Maas. Dat trouwens ook superleuk. Ja. Maar die is dus 85. Die zei, ja, het houdt ook gewoon niet op. Die is ook gewoon nog bezig. Toen dacht ik, ja, zo gaat het gewoon natuurlijk. Je denkt gewoon, oh, je wordt ouder. Maar ja, intern word je natuurlijk niet ouder. Intern word je niet ouder, hè? Nee, niet echt. Wanneer heb je ik ben wel gelukkiger geworden. Ja? Jawel, veel gelukkiger. Dat, ja. Ligt dat aan de rust die je dan ervaart op een gegeven moment als je kinderen krijgt en dat soort dingen? Ja, ik denk in mijn geval, het zal voor iedereen anders zijn, maar in mijn geval heb ik gewoon meer houvast of zo. Ik was gewoon meer zoekende of zo, of een beetje zwemmend of zo. Ook wel, zeg maar, met hele ogen toppen en van alles en nog wat, maar ook wel echt een beetje verloren ergens, dat wel, qua gevoel. En dat ben ik eigenlijk wel heel erg kwijt. Hoe kijk je daar nu op terug dan, als je dat Lauren van 10 jaar geleden ziet? Nou, het heeft me natuurlijk ook wel gebracht waar ik nu ben. En ook wel veel dingen gegeven. Want ik denk, de meeste mensen die natuurlijk veel doen, ja, of veel zoeken of veel op avontuur gaan, die zijn natuurlijk ergens, er zit natuurlijk een soort onrust onder. Als je helemaal super tevreden bent, dan zet je gewoon een Netflix filmpje op. Toch heel veel mensen die op een podium staan of iets doen, die zijn allemaal toch, ja, die zijn toch niet helemaal normaal, heb ik het idee. Nee. Ja, denk jij wel? Die zijn toch niet helemaal 100 of zo? Nee. Nee, ja, maar wat is 100? Ja, of zijn al die andere mensen niet 100 die op de bank zitten naar Netflix te kijken? Ja, misschien. Ik heb wel gewoon altijd het gevoel, ik wil het gevoel dat ik leef of zo. Ja. Dat moet dan ook dus door prikkels, of dat nou een goed feestje is of wat helemaal naar de kloten gaan. Of juist iets spannends doen waar ik adrenaline van krijg. Of in mijn werk juist een enorme kick ontvangen door een prestatie die ik bereik. Heb. Maar ik heb wel altijd inderdaad dat ik een soort van moet voelen van dat het leven ergens om draait. En zodra het rustig blijkt te worden, dan merk ik toch wel dat ik daarvan wegren of zo. En waarom dan? Omdat je in jezelf hoort of zo, als het stil is? Ja. Ja, ik weet het niet. Ik voel dat het gebeurt. Maar ik weet niet zozeer waar het vandaan komt. Ik heb eigenlijk altijd wel een hele erge onrust gehad. Ik zou wel wat vaker gewoon echt naar binnen willen keren. Dat je gewoon zegt, oké, er is even niks. En dat is ook prima. Ik denk dat wij allemaal een beetje geïnstalleerd zijn op dat we... Hetzelfde als je met je kloten voelen. Eigenlijk hebben wij onszelf aangeleerd dat je jezelf niet kloten mag voelen, toch? Dus wat gaan we doen? Ja, super onrealistisch ook natuurlijk. Ja. Terwijl als je nou gewoon eens even luistert naar je mind of weet ik veel, je lichaam. Van ja, waarom voel ik me kut? En je gaat daarmee aan de slag. Nee, wij gaan onszelf verdoven. In wat voor manier dan ook. Toch, we gaan gelijk naar vrienden toe. Of we willen er niet over praten. Of we gaan een Netflix-serie kijken. Of we gaan heel veel vreten. Of zuipen, dat soort dingen. Dat is eigenlijk altijd een beetje alles in de best. Ik ga altijd lopen, wandelen. Nou, dat is dan nog wel een hele goede manier, denk ik. Het enige wat helpt bij mij. Maar dan kan je ook heel goed nadenken, hè, tijdens lopen. Dan laat ik gewoon mijn telefoon thuis. Dan loop je dan ook op je blote voeten? Loop ik helemaal met mijn blootje. Zonder BH. Echt? Ja, en dan schrijf ik op mijn buik. Wat schrijven ze ook weer?
Baas in eigen buik? Nee. Nee, tuurlijk niet. Trek bond mijn Nike's aan. Bond is moord. Precies. Ja, ja. Nee, dan trek ik mijn Nike's aan en dan ga ik... Nee, dat helpt bij mij echt gigantisch. Ja? Ja, daar ben ik echt op een gegeven moment mee begonnen. Dat is echt... Ja, want als ik dan ga drinken of ik ga dat helemaal uitpraten... heeft ook helemaal geen zin, joh. Ik moet dat dan zelf gewoon regelen. Als jij je rot voelt, dan, ja. Dan kun je dan goed dat oplossen met jezelf? Of ben je wel iemand die dan een uitweg zoekt? Nee, ik moet dat oplossen met mezelf. Vroeger ging ik het meteen zeggen tegen iedereen. En dat heeft me eigenlijk nooit eens echt veel opgeleverd. Behalve hele leuke vriendschappen, omdat je natuurlijk elkaar dan supergoed leert kennen, wat ook leuk is. Maar je ging het zeggen tegen iedereen, want je ging dan naar mensen toe en roepen van ja, ik voel me kut. Help. Ja, dan ging ik het hele probleem op tafel leggen. En dan, of tegen de crew, of inderdaad tegen vrienden, of meteen bellen. Of en dan krijg je allemaal adviezen en dan weet je helemaal niet meer. En dan, weet je, dat ben ik wel achtergekomen van ja. Dus mensen zeggen altijd wel, ja, je moet je uiten of je moet praten, maar in mijn geval is dat niet. Nee. Ik moet het juist gewoon eerst even denken van oké, wat is er aan de hand? Oké, waarom denk ik dit? Waar komt het vandaan? Wat voel ik dan? En wanneer kwam die realisatie dan, dat je het beter zo kon doen? Op een gegeven moment was ik een beetje overspannen. Want dan had ik zoveel reisprogramma's gemaakt. Was mijn relatie uit. Toen woon ik in een hotel. Heb ik een jaar gewoond. Zo met Jort. Ja, dat ging toen uit. En ik maar reizen en door. En ik was natuurlijk verliefd op Jasper. En alles ging door elkaar. En ik was ook echt helemaal de wilde pad op gegaan. Dus dat kwam er ook nog bij. En nou ja, zo. En toen dacht ik... Pad met Kimberly Klaver. Precies. Feestje te diep ja, in de nacht. Ja, ja, dat ging ook maar door. En dan de volgende ochtend weer vroeg met een jetlag op reis. En nou ja, zo... Dus ik viel op een gegeven moment half uit elkaar. Maar toen zat ik dus op die hotelkamer ook. Toen dacht ik, nou, ik moet gewoon iets veranderen. Ik moet ergens naar binnen toe. En ik had natuurlijk allemaal wel van die cursussen gedaan. Weet je, wat jullie ook een beetje op Ibiza doen. En dan ging ik weer natuurlijk aan de ayahuasca. Of ik ging weer, weet je, dat baarmoederbad zwemmen. En dan kijken wat eruit kwam. En nou, ik was natuurlijk super op zoek naar een soort van mezelf of zo. Een soort van rust ergens, een soort mijn kern of zo. We zijn natuurlijk helemaal ondergesneeuwd. Mm-hmm. Maar ik kon dat ook niet goed vinden, omdat er waren ook steeds andere mensen bij. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon elke vrijdag mijn telefoon in de kast gaan leggen, gewoon dicht. Gewoon niet mee. En dan ging ik gewoon de hele dag lopen. Dan ging ik gewoon van Amsterdam, ging ik gewoon naar het noorden, ging ik gewoon lopen, neem ik gewoon een bloknoot mee. En dan ging ik op een gegeven moment ergens zitten en dan ging ik het gewoon uittekenen. En het werkt supergoed. Ja? Ja, dan was ik terug en dan had ik echt een puzzelstukje opgelost. Dus voor mij is dat lopen is echt mijn meditatie. Wat goed. Ja, mediteren vind ik dan te statisch, vind ik een beetje saai. Yoga vind ik ook niet leuk. Maar ik denk dat lopen is een vorm van meditatie. Het hoeft denk ik allemaal niet ja, op hetzelfde te zijn. Ik denk ook dat als je onder de douche staat en je staart gewoon vooruit, dan ben je ook aan het mediteren zonder dat je het door hebt. Ja, maar het fijne met lopen is dat het ook nog wel iets sportiefs heeft. Ja, ja. Het is niet super heftig, maar het is wel, ja, je beweegt wel en je gaat nog ergens heen. Heb je een stappenteller? Nee. Nee? Nee, joh, daar heb ik helemaal niks mee. Nou, ik ben wel benieuwd hoeveel stappen jij in die tijd hebt gezet. Want het is inderdaad wel gezond. Ze zeggen dat je er 10.000 per dag moet zetten. Ja. Dat is veel, best wel. Probeer ja, het maar. Dat is veel. Is omdat elke dag... uur of zo, hè? Ja, zeker. Dat haalt niemand. Nee, is echt veel, ja. Elke dag? Anderhalf uur? Elke dag, dat schijnt. Ja, ik loop wel veel. En nu ben ik dus ook ambassadeur van Zorg voor de Zaak. Dat is een soort wandel... Dat is om Nederland dus aan het wandelen te krijgen. Nou, dit klinkt echt alsof ik nu 83 ben geworden. Gewoon. Maar ik geloof versterk krijgt Nederland aan het wandelen. Nee, precies. Maar het is echt. Maar dat woord wandelen ook. Dat moet ook uit. Gewoon hoe moet het dan hobbelen? Ja, lopen. Ga gewoon lopen. Dat is het meest natuurlijke wat er is. Nee, maar even serieus voor iedereen die als je in een knoop zit met iets of je hoofd is druk, weet je wel? Ik denk echt voor mij heeft dat zoveel goed gedaan. En je telefoon gewoon thuis laten, want anders ga je toch kijken. Je moet weg van andere mensen. Gewoon even helemaal naar binnen. Liefst in de natuur. Gewoon lopen en gewoon. Ja, gewoon aan jezelf je vragen stellen. En heeft mij echt heel rustig gemaakt. En ik denk, ja... Dus nee, wat je vroeg... Ik was vroeg veel zoekender, ja. Veel, ik denk inderdaad wel op het moment dat het dan rustig was... dat ik dan wel dacht, ja, en wat nu of zo. Hoe was het om in een hotel te wonen? Lijkt me ook best wel een bijzondere situatie. Ja, het was wel een leuk hotel. Een soort hipster hotel met een racefiets aan de muur. En ze hadden dan roomservice en zo. In Nederland? Ja, hier in Amsterdam. En dan zat een restaurant beneden, dus dan belde ik en dan bestelde ik wat. En dan kwamen de vrienden eten, ze gingen met ons allen op mijn kamer zitten. Het was ook wel weer leuk, maar heel vaak kwam ik dan terug van een reis, want ik maakte dan televisiereizen. En dan was die kamer bezet. Want ik had dus niet echt een vaste kamer. En dan hadden ze de planning verkeerd gedaan, dan kon ik er niet in. En stond ik daar op de gang, want al mijn spullen zaten in de gangkast van dat hotel. Dus ja, dan stond ik daar midden in de nacht en dacht ik echt, oh, dan zat er iemand anders in mijn kamer. En dacht ik, oh, nou, dan ging ik maar in een andere kamer liggen. Het was zo gaar eigenlijk. Maar ik kan bijna niet voorstellen dat dat goedkoper is dan iets vinden om te huren.
Nou, wel als je heel veel op reis bent. Want ik was natuurlijk elke week weg, 3 dagen thuis. Ja, ging weer. Precies. Ja, tuurlijk, je hebt gelijk. Dus dan heb je elke keer, dan betaal je zeg maar 1,5 week of zo per maand dat hotel. Ja. Dus dan ben je goedkoper uit. Plus, ik zat ook vast met mezelf. Dus ik wilde ook niet een huis gaan huren. Want ik wilde eigenlijk gewoon in een hoek zitten en wachten tot ik het wist. Maar je kan toch ook helemaal niet aarden op het moment dat je alleen maar aan het reizen bent? Nee, totaal niet. Wanneer komt dan dat moment dat je eens even met jezelf in gesprek gaat? Ja, nou dat bedoel ik, ja. Dat moest tijdens het wandelen dan? Ja, dat moest ik wel vinden. Maar ik merk wel, dat vind ik wel echt fijn aan niet meer zo super jong zijn. Dat je gewoon, dat je op een of andere manier gewoon meer, ja, meer basis of zo. Ik kan het niet echt helemaal uitleggen. Het is niet meer rust of zo, maar gewoon meer, misschien ken je jezelf ook beter of weet je ook. Accepteer je misschien ook meer of zo? Dus je denkt, nou ja, dat is gewoon niks voor mij. Dan ga ik ook dat gevecht ga ik ook niet meer aan. Nee, maar ik denk dat ook wel echt wel met de leeftijd komt. Ja. Hoe cliché dat ook weer klinkt. Maar het is toch gewoon zo. Ik bedoel, je hebt meer levenservaring in. Je bent al een paar keer tegen dingen aangelopen die je niet wil. En tegen dingen aangelopen die je wel wilt. Ja. Maar hoe vind jij dan rust? Hoe ik rust vind? Ja, dat is echt mijn grootste issue, denk ik, in het leven. Ja? Want waar zit jij dan mee in de knoop, als je in de knoop zit? Ik had vroeger heel erg FOMO. Waar ik eigenlijk overal wel bij wilde zijn. Ik moet zeggen dat klinkt heel licht. Een soort van, oh, dat is niet zo erg. Of wel? Nou. Kijk, ik had laatst een gesprek met die jongen met wie ik aan het werk was. Een geluidsman. Die zei, ik luister nu heel goed naar mijn lichaam. En dan zei ik, ja, oké. En hoe vertaalt zich dat dan? Hij zei, nou ja, als ik nu bijvoorbeeld naar vrienden toe ga en ik voel me niet heel erg fit of zo, dan kan ik dan voor mezelf heel makkelijk zeggen van, oké, dan drink ik vanavond even geen biertjes, want ik ben eigenlijk moe en mijn lichaam heeft eigenlijk meer behoefte aan eerst even uitrusten. En toen dacht ik van, nou, dit klinkt super simpel, maar dit is eigenlijk, als je dat onder de knie krijgt en gewoon dus alleen maar luistert naar je lichaam en daar dus de keuzes van af laat hangen, dat is, ik denk dat dat heel waardevol is voor je leven. Maar wat ik doe is werken, moe worden, maar vervolgens denken, ik moet mijn sociale contacten onderhouden. Vind ik ook wel leuk. Hè? Het is niet alleen, het is niet alleen een soort van dwang. Maar wel al eigenlijk moe zijn. Toch daar dan naartoe gaan. Daar dan zijn en daar dan ook weer een paar drankjes doen. Die nacht eigenlijk toch ook weer gebroken slapen. De volgende dag voelen van, ja, ik heb nu al 2 dagen niet gesport. Dus ik ga alsnog vroeg dat bed uit, want ik moet sporten. Dan in de middag denk ik heb mijn moeder eigenlijk al een tijdje niet gezien. Dus ik ga even naar mijn moeder. Oh, ja. Dan toch de volgende dag weer werken. Dus wanneer geef ik mezelf nou eigen rust? Nou, is het allemaal een beetje gebaseerd op angst dan ergens? Of niet? Van, dan moet ik mijn vrienden zien, want anders verwater ik dat. Of dan moet ik sporten, want anders ben ik niet fit. Of dan moet ik, of niet? Ja, nou, het voelt niet per se als angst, maar ik denk wel dat ik mezelf opleg. Dus in die zin. Maar er zit toch dan wat onder waarom je dat oplegt? Omdat je niet iets mis wil lopen? Omdat je bang bent dat je het dan... Nou, ik denk ook een soort vastgeroest patroon waar ik dan niet altijd erg in heb. Maar waar als wij het er nu zo over hebben. En na dat gesprek met die jongen, dacht ik wel. Ik heb het ook met mijn vriendin over gehad. Hoe simpel is het eigenlijk? Hoe vaak ik naar een verjaardag ga? Of naar een dingetje waarvan ik eigenlijk... Terwijl ik eigenlijk moe ben en eigenlijk denk van, als ik nu op bed zou gaan liggen, zou ik echt prima gewoon 8 uur slapen vandaag. Maar waarom ga je dan? Ja, dat is dus de vraag. Waarom doe ik dat dan? Oh ja. Maar toch het gevoel hebben dat dat dan moet, of mezelf dat opleggen. Maar het ook wel weer leuk vinden. Maar eigenlijk als je echt naar jezelf zou luisteren, zou je gewoon veel vaker moeten zeggen van, ik ga niet. Maar dus zijn die mensen boos? Nou. Ja, is dat zo? Ik bedoel, als jij tegen je beste vrienden zou zeggen van, ik ben heel erg moe, ik voel me niet goed. En het is echt beter als ik vanavond gewoon een nachtje slaap. In theorie zou je dan toch hopen dat je vrienden zeggen van, nou, wat verstandig van jou, doe maar. Ja, dus je moet eigenlijk gewoon super eerlijk zijn. Je moet gewoon fucking eerlijk zijn. Ja, naar jezelf altijd en naar anderen. Ja, hebben wij het in de vorige keer niet ook al? Super eerlijk, ja. Dit komt ineens bekend voor. Ja, want toen maakte ik toen een klein serietje, ging ik niet meer liegen. Dat vind ik nog steeds hoor. Ik vind dat echt het allermooiste wat er is. Heb jij helemaal niet liegen. Heb jij in dit gesprek met mij al gelogen? Heb ik gelogen? Nee, volgens mij niet. Nee? Vast wel ergens. Maar ben je er nog heel bewust mee wat jij loopt? Voor de mensen die de eerste aflevering, onze eerste aflevering, want het is gewoon een show die we maken hier. Jij had toen verteld dat je zou stoppen met liegen. En jij loog niet om hele grote dingen. Ja, maar veel. Ja. Ik doe veel leugentjes om best wil. Ja. Ja, maar eigenlijk... Noem nog even een voorbeeld voor de mensen die dat gemist hebben. Ja, gewoon de hele dag door. Ik kom heel veel te laat en dan heb ik altijd een smoes. En die smoes klopt helemaal niet. En het lullig is ook dat ik het dan ook weer vergeet wat die smoes was. Dus iedereen weet ook dat het niet klopt wat ik zeg. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Doe jij dat niet?
Jeetje. Nee, ik denk niet zoveel. Nee? Nee, ik denk dat ik wel eens kan zeggen van... Ik ben er over 10 minuten en dan zijn het er 15. Dat doe ik wel of zo. Oh, ja, ja. Maar ik ga dan zeggen, ik ben er over 10 minuten... want ik dacht dat de auto voor de deur stond... maar die bleek dus opeens in het centrum gezet te hebben. Dus ik ben nu aan het lopen naar de auto... of zo hoor ik mezelf dan zeggen... maar dan zit ik er al lang in, weet je wel. Dat soort dingen. Of dat ik denk van, huh? Ja, maar zo ben ik me nou weer aan het verontschuldigen voor iets wat helemaal niet is. Wat helemaal niet waar is ook. Dat soort dingen doe ik heel veel. Maar ben je er vanaf? Nee, ik ben er eigenlijk niet helemaal vanaf. Maar ik wel wat meer probeer ik het. Want we hadden het over, zeg maar, dat jij soms rustiger aan moest doen. Toen dacht ik, de crux is volgens mij dat je gewoon ook helemaal niet meer liegt tegen andere mensen. Dus als je gewoon zegt, hey, ga je vanavond mee? Dat je gewoon zegt, hey, ik ben eigenlijk super moe, ik heb helemaal geen zin. Ja. En dat je ook niet meer dan gaat omdat je denkt dat die ander misschien denkt dat die denkt dat die, weet je wel. En dat je weer iets gaat verzinnen of zo. Ja, maar we worden toch... Ja, nee, dat ben ik met je maar eens. Maar dan ga je ook niet met iedereen vrienden maken. Nee, maar die behoefte heb ik ook niet meer. Nee, ik ben ook wel gewoon wel heel content met de mensen om me heen. En ik ben er ook wel wat kwijtgeraakt. Maar ik denk dat je toch vaker liegt dan je denkt. Ja, dan, ik denk ook dat je dat onbewust vaker doet, ja. Zeker dat soort kleine dingetjes. Of in ieder geval niet de waarheid zegt. Ja. Want als je echt de waarheid zegt, dan heb je natuurlijk de hele dag door beledig je ook mensen. Ja, dat wat klopt. Ook wel weer, wat ook wel weer... Ja, nee, maar er zit natuurlijk een verschil. Ja, nee, dat klopt wel. Want stel je voor dat jij mij nu uitnodigt voor jouw verjaardag. Ik zou daar oprecht geen zin in hebben. Dat kan ook, hè? Ja. Maar dan ben ik wel eerlijk. Maar dat zou ik nooit tegen jou zeggen. Dat moest ik toen wel van mezelf. Hè? In dat experiment deed ik alles eerlijk. Dus als ik toen had gezegd van wil je naar mijn verjaardag komen, zou je zeggen, echt geen zin om naar de kut Rotterdam te rijden. Ja. En dat deed ik toen een paar weken, ging ik echt eerlijk zijn. En wat heeft dat voor situaties opgeleverd? Het geeft ergens heel veel rust, omdat je dus niks hoeft te onthouden wat je toch al had gelogen of waar je gewoon toch al geen zin in had. Maar ik had ook wel echt veel mensen die gewoon wel boos werden om dingen. Ja, wel heftig. Nou ja, gewoon wel beledigd, weet je wel. Ja, dan was ik ergens te laat en dan zei ik, ja, ik lag zo lekker in bed. En dan draaide iedereen om zo van, oké. Ik lag zo heerlijk een pornootje te kijken. Ja. Ik ben echt jaloers. Ik ben van 10 minuten Het is ook wel leuk als iemand zo is. Maar ik weet niet of het echt houdbaar is. Maar ja, nee, ja, ik vond het toch wel wat hebben om niet te liegen, ja. Maar wat heeft het dan opgeleverd? Het is niet zoals je houdbaar, denk je? Nou, eigenlijk is het natuurlijk gewoon wie je bent. Ja. Dus je doet jezelf niet beter voor dan dat je eigenlijk bent. Ja, dat is eigenlijk... Als je van me houdt, is het wel leuk als je van me houdt zoals ik ben. En niet zoals je denkt dat ik ben, toch? Zeker. En we verlangen het eigenlijk van iedereen. Oh, ja. Hij is zo puur, hij is zo eerlijk. Ja. Maar goed, dus, als iemand dat dus dan daadwerkelijk is, dan vinden we hem ook wel heel irritant. Ja, dus het grootste cadeau zou eigenlijk natuurlijk zijn dat iemand, dat je vrienden je gewoon leuk vinden en je partner je te gek vindt om helemaal wie je bent. En dat je dan ook helemaal nergens over liegt. Ja. Dat zou fantastisch zijn, toch? Maar dan heb je dus ook dat jouw vriendin ergens aankomt... dat ze zegt van helemaal, we gaan ergens heen helemaal aangekleed... en dat je dan zegt van, ik vind het niet uitzien. Ja. Krijg je dan ook, toch? Dat is dan ook eerlijk zijn of zo. Ja, dat klopt. Ja. Maar kijk, ik bedoel, er zijn natuurlijk ook momenten... waarin eerlijk zijn helemaal niet relevant is... of per se een functie heeft, vind ik. Nee. Want wat heeft... Kijk, mijn vriendin of zo vraagt wel eens, vind je dit leuk? En ik kan echt wel zeggen, ik vind het een beetje een stomme broek. Dat vind ik echt geen probleem om te zeggen. En dat zegt ze ook bij mij. Ik vind dat als je dit niet tegen elkaar kan zeggen, dan waar slaat dat op? Maar ja, als iemand heel erg zijn best heeft gedaan, bijvoorbeeld om voor mij te koken. En die heeft daar een hele mooie avond van gemaakt. Ja. En die heeft daar tijd in gestopt. En ik neem een hap en ik denk, wat is dit voor een flauwe bende? Niet te vreten. En dan zou ik dat niet zeggen. Zou ik zeggen van, wat lief, je hebt echt goed je best gedaan en het is lekker. Omdat ja, dan geef je die persoon een fijn gevoel en dan kan je toch iemand iets geven. Wat zou dat dan op dat moment voor functie hebben dat ik diegene vertel? Maar eigenlijk, als ik diegene zou zijn en ik zou voor jou gekookt hebben en je vond het niet lekker en je zei dat je het wel lekker vond, zou ik eigenlijk misschien als vrienden liever hebben gezegd dat je zei, hey, ik vind het superleuk, maar het is een beetje flauw. Ja, misschien eigenlijk liever. Terwijl ik het zei, dacht ik daar ook aan. Misschien is het niet het goede voorbeeld. Want met eten kan je dat inderdaad nog wel zeggen. Ja, of maar als iemand naar je zit te luisteren terwijl je het helemaal niet boeiend vindt. Dat is natuurlijk ook een super belediging eigenlijk. Dat je dan allemaal energie eraan verspilt en dan een verhaal te vertellen bent. Iemand zit maar half te luisteren en die denkt, ik kan mij het schelen. Dan heb ik eigenlijk liever dat iemand zegt, weet je wat, ik ga... ik kan mij het schelen. Heb je het idee dat mensen dat vaak bij jou hebben? Nee, want ik praat niet zo heel graag over mezelf. Luister ik ook niet meer naar mensen als ik het niet interessant vind. Doe het gewoon niet meer. Nee? Nee, het is echt, ik vind het vreselijk op een verjaardag of een bruiloft naast de oom van een tante. Van dan denk ik, ik kan me echt mijn reet roesten, joh.
vind het gewoon niet boeiend. Het is niet omdat ik onaardig ben, maar ik zie diegene gewoon nooit meer. Ja, heb jij dat wel dan? Ik denk dat heel veel mensen... Precies dat, dit. Iedereen heeft dat. Ik heb het hier met Jess over gehad. Ik zei, ik krijg het gewoon niet meer voor elkaar om zo lang geïnteresseerd te zijn. Nee. En ja, het is beleefd, weet je wel, om interesse te tonen. Maar luister, ik hoef niet in iedereen interesse te tonen. En dat hoeft ze ook niet bij mij. Dus ik verlang dat ook niet terug. Dus als ik inderdaad wat jij zegt op een verjaardag ben... Kijk, ik weet niet of jij dat ook hebt vanuit ons werk... dat er gewoon heel veel mensen dan vragen. Maar als iemand mij voor de 300ste keer vraagt van... Bij Temptation Island, is dat nou echt of nep? Ja, ik zat laatst te kijken en die ene gozer, weet je ook alweer? Ja, dat haak ik gewoon af. Dat vind ik gewoon mijn energie te kostbaar voor. Want het kost gewoon energie, laten we eerlijk zijn. Ja, maar hoe haak je af dan? Ja, dat kan ik wel afwimpelen. Nou, ik heb bijvoorbeeld overmorgen heb ik een bruiloft. Nou, die ken ik dus eigenlijk, dat bruidspaar is superleuk, maar ik ken dus verder eigenlijk niemand. Oké, nu heb ik dus, zit ik nu al even na te denken, dan heb ik dus twee opties. Dan kom ik misschien wel eens naast ome Piet te zitten aan een van die diner. Ja, dan denk ik wel van, ja, dan heb ik dus twee opties. Of, nou, ik heb er drie. Of ik zuip, ga heel veel drinken. Maar wat moet je dan? Wat moet je dan? Nee, dan moet je toch maar die nieuwsgierigheid een beetje aanzetten, denk ik. Proberen. Ja, gaat je dat lukken? Nou, ik denk wel dat ik kan die knop wel aanzetten, maar dan ben ik eigenlijk wel hard aan het werk. Maar dan ga ik wel kijken van wat vind ik dan interessant aan iemand om wel te vragen. En dat wordt dan vaak nog natuurlijk een beetje ongepast wat je dan gaat vragen. En dan kan het nog wel leuk worden. Ja. Maar ja, gewoon gesprek. Dan maak je er meer een spelletje van eigenlijk. Ja. Maar heb je ook... kost natuurlijk wel veel energie. Ja. Ja. Maar heb jij niet ook wel eens als je in een groep bent dat je dan gewoon... Kijk, ik vind dit heel leuk... Een podcast, lang gesprek. En dan mag het voor mij ook alle kanten op gaan. Dan mag het diep, intens, weet ik veel, alles. Maar ik kan ook wel eens gewoon een avond denken... dat ik het alleen maar bij kreten wil laten of zo. Gewoon af en toe zo'n one-linertje. Maar gewoon niet de hele tijd gesprekken. Nee. Gewoon er zijn. Proosten met mensen. Een drankje doen. Gewoon genieten wel van aanwezigheid van mensen. Maar niet de hele tijd conversaties die dan... Nee. Hou jij van praten? Ik hou wel van praten. Maar soms? Ja, ligt aan met wie. Ja, Dit met jou praat ik wel makkelijk. Maar voel ik bijna een soort mellow sfeertje. Maar dat komt ook omdat we elkaar horen. Maar dat vind ik lekker. Ja. Dat is gewoon een beetje zo pingpong en zo. Ja, hoe denk jij hierover? Ja. Maar ik heb ook heel veel mensen die ik gewoon totaal niet interessant vind. Ja, ik denk dat iedereen uiteindelijk toch wel interessant is als je de goede vraag stelt. Alleen wil je het weten als je iemand daarna nooit meer ziet. Als je 100 man per dag tegenkomt, bij wijze van spreken, snap je? Dat is het meer. Het is geen afbreuk. Denk je dat sommige mensen gewoon niet interessant zijn? Ik denk uiteindelijk heeft natuurlijk iedereen een hele wereld in zijn hoofd. Tuurlijk. Met fantasieën en verlangens en angsten en van alles en nog wat. Ja, nee, absoluut. Nee, dat heeft iedereen. En ik denk dat iedereen een goed verhaal heeft. Maar de vraag is, heb ik behoefte aan al die verhalen? Ja, maar dat is wel terug, want bijna iedereen heeft dit dus. Want ik vraag het heel vaak aan mensen. En bijna niemand heeft dus eigenlijk zin bijvoorbeeld om op een feestje te praten met iemand die de vriendin van de vriendin heeft, die nooit meer ziet. En toch worden de hele tijd van dat soort feestjes georganiseerd. Ja. Ja, wij hebben onszelf allemaal om... Een depressieve podcast. Nee, we hebben onszelf toch allemaal omgangsvormen aangeleerd, waar we dus niet meer vanaf komen. Dat is toch weer die programmering. Ja, wij willen fatsoenlijk overkomen. Maar we willen ook vooral dat iedereen ons mag. Maar als jij... Ja, precies. Nee, ik doe dat niet zo heel erg, denk ik. Toch nee, niet. Nee, maar, nee. Nee. Nee, maar je hebt dus met dat experiment van de hele dag eerlijk zijn. Dat is al best dapper van je. Want er zijn heel weinig mensen die dat durven. En daarmee maak je niet met iedereen vrienden. Maar je bent wel dan... Ja, ik kan het iedereen aanraden om een tijdje te proberen. En het is ook leuk om te merken hoe vaak je liegt. Ja. En dat je ook en waarom je ook liegt. Ja. En waar je je dan voor schaamt. Gek, hè? Ja, want dan schaam je je voor iets. En als je het gewoon zegt, dan maakt het ook niet uit. Maar ik denk dat er weinig mensen zijn die dit dan echt helemaal oprecht zouden toegeven. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen dan beginnen en zich betrappen op een leugentje. Maar zich dan zo schamen voor dat leugentje dat ze dat toch niet durven te vertellen. Hoe? Dat ze dan toch Nou ja, kijk, jij bent ook wel een type dat... Ja, jij vindt een confrontatie aangaan, vind jij niet heel erg. En jij vindt het ook wel... leuk om jezelf buiten die soort van comfortzone te plaatsen. Ja, dat vind ik dan leuker aan je. Ja, en dat straal je ook uit. Maar er zijn ook mensen die dat niet willen. Dus die gaan nog een experiment aan. En die betrappen zichzelf dan op een leugen. En die denken, oh kut, die hou ik toch even voor. Of ze krijgen meteen ruzie. Die schrijf ik niet op. Ja, maar waar lieg jij het nou het meeste over? Dat dus dat ik dan naar een verjaardag bijvoorbeeld zou... Daar zou ik over kunnen liegen wel. Dan zou ik kunnen zeggen van, ja, ik ben ziek. Of ik moet morgen heel veel op. Dat doe ik ook. En toen ik vrijgezel was... Vrijgezel met vrouwen.
altijd zeggen dat ik moest werken op een zondag. Om wel gewoon 's nachts daar niet te hoeven blijven slapen. Oh ja, want dan werd je zo zwakker en dan dacht je, oh, wie ligt er nou weer naast me? Ja, ik vond het al het ergste om met een vrouw te ontbijten die waarvan ik de avond daarvoor al wist dat het voor mij alleen gebaseerd was op lust. En dat ik niet per se dat ook, hè, dus ook eigenlijk helemaal geen interesse hebben en eigenlijk ook helemaal dat gesprek niet wil aangaan. En dan met een kater 's ochtends en toch één, ja, ik ben lang vrijgezel geweest, dus dan... Je maakt toch altijd een soort slooptocht door de stad. En je hebt toch altijd de volgende dag een beetje zo... Jeetje, moest dat nou allemaal? Ja, dus dat dan ging je uit je huis en dan ging je rondje lopen en dan weer terug? Nee, ik nam ze niet mee. Ik probeerde altijd bij hun te slapen. Oh ja. Ik dacht in jouw huis en dan een rondje en dan weer terug. Nee, dan had ik het zelf in de hand. Want dan kon ik gewoon... Ja. Dan kon ik altijd zeggen, ik moet nu weg. Ja. En dan zei ik altijd, ik moet werken. En dan zag ik daarna op Instagram stories dat ik thuis op de bank lag. Dat was ik dan weer vergeten, weet je. Zo, je bent vroeg terug van werk. Ja, dat krijg je dus als je liegt. Nee, ik ben weer helemaal geïnspireerd. Ik ga weer beginnen. Ja. Wat voor een experiment zou je nog meer willen doen? Is er iets wat... Ik vind het echt leuk. Ik vind het ook wel echt een soort van goed gevonden. En eigenlijk zou je hier een ding van moeten maken. Ja, we moeten zo'n actie opzetten. Dat we gewoon niet meer gaan liegen. Nou, stoptober heb je toch? Dat je stopt met roken. En dan moet eigenlijk stop liegen. Maar heb je een paar spelregels nodig? Ja. Of niet? Het zou wel vet zijn als je bijvoorbeeld een soort... Alleen, misschien is het meer als doel... Je hoeft niet alles eerlijk te zeggen. Is het ook als iemand het niet vraagt? Wat bedoel je daarmee? Nou, er komt iemand binnenlopen en dan denk je gewoon iets heel lelijks. Moet je dat dan zeggen? Nee, toch? Nee, dat vind ik ook niet. Nee. Zou jij willen weten wat een ander denkt? Nee. Nee, toch? Nee, echt absoluut niet. Nee, ik ook niet. Nee, joh, hou op. Stel je voor dat je nu naar mij kijkt en dat je gewoon in mijn hoofd mijn gedachten ziet. Nee, joh, hou op. Zeker bij jou. Ja, dat is echt... Je komt van het huilen niet meer in slaap. Nee, maar dat zijn dat zou ik niet willen. Dat zijn mensen die dat ook wel zouden willen. Die dat interessant zouden vinden. En zou je het bij je vriendin willen? Nee, ook niet. Nee? Nee, natuurlijk niet. Die mag hele andere dingen denken. Die hoef ik allemaal niet te weten. Nee, ik hoef het ook niet te weten. Als we daar ook nog beslag op willen leggen, dat wordt een hele giftige omgeving, toch? Maar mensen schijnen zichzelf ook toffer te vinden gemiddeld genomen dan ze uiteindelijk worden gevonden. Ja? Ja, dat zeggen ze toch altijd in de psychologie. Hoe tof vind jij jezelf dan? Nou, ligt een beetje op welk vlak... Maar hoe tof denk jij dat mensen jou vinden? Ik heb geen idee. Nou, nee. Ik vind mezelf eigenlijk helemaal niet zo tof. En hoe tof denk je dat ik jou vind dan, bijvoorbeeld? Ja, daar moet ik nog even achterkomen. Ja? Ja. We gaan naar die paddo's. Dan kom ik daarachter. Nee, ik vind jou wel tof. Nou, zeker, wel bovengemiddeld tof, ja. Nou, leuk. Ja, maar dat komt ook door de programma's die je maakt. En ik heb je nu een paar keer gesproken. Ik denk, ja, je bent wel tof. Je bent ook niet 12 in een dozijn. Nou, fijn. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die zichzelf onderschatten. Nee, ik weet het niet. Ja. Hoe ik heb niet een onwijs groot ego, denk ik. Jij wel? Nee, volgens mij jij ook niet zo. Of toch wel? Maar dat vind ik best wel moeilijk om te zeggen. Ja? Want ja, als ik zeg nee, dan... Ik denk dat ik wel een bepaalde vorm van trots heb. Ja, Oké, dus het ego... Kijk, het is niet per se egocentrisch, hè? Dus toch? Dat je dan... Je ego is meer dat je... Ja. Dat. Gewoon statusgevoelig, weet je wel? Dat je gewoon je ego, weet je wel? Dat je ertoe doet, dat je gezien wordt, je identiteit, zeg maar. Ja, ik denk dat ik dat wel heb. Anders zou ik dit werk denk ik ook niet doen. Nee, misschien heb ik het ook wel niet, omdat ik het al krijg. Ja. Snap je? Ja. Dan is het ook makkelijk. Ja, ik heb het niet. Nee, want ik had het al. Ja. Nee. Gesprekken zoals padden op hebben. Ja. Maar egocentrisch niet. Nee, ik denk wel altijd aan mensen omheen en ik vind het heel leuk om dingen weg te geven. En dat vind ik. Maar goed, het is raar dat het aan elkaar verbonden is. Maar ik vind de ego niet per se iets slecht. Want ego is ook zo'n bijzonder begrip. Maar ik vind je ego ook eigenlijk een soort, is ook je manager. Ja, en je motor, denk ik ook. Ja, precies. En dat toch? En dat non-dualiteit, daar geloof ik allemaal niet zo in. Wat is dat? Ja, non-dualiteit, dat je eigenlijk je ego uitschakelt en dat alles goed is. Dus, maar nee, je ego... Ik snap dat ook niet. Ja, dat kon... Ik snapte dat vroeger wel, hoor, dat soort dingen, maar ik snap dat helemaal niet meer. Als boeddhist geloof ik dat je dat kan bereiken, maar goed, dan moet je jezelf wel echt ook helemaal afzonderen. Ik geloof niet dat nou, ik weet het niet. Als je in die levens van inderdaad van die goeroes druikt, ook van die boeddhistische, dan zit er ook alles weer helemaal mis. Ja, toch? Maar waar zit het dan? Waar zoeken we nou allemaal naar dan? Waar we allemaal naar zoeken? Ja, ik denk wel dat de liefde een beetje weg... Dat je wel dingen meer vanuit liefde kunt zien, denk je niet? Naar alles. Zeker. Naar de natuur, naar mensen om je heen, naar
Alles wat je ziet, naar dieren, naar dingen. Ik denk dat dat wel een beetje ondergesneeuwd is bij ons. Ik denk dat dat wel groter is, kan zijn. Ja. Nou, als je daar aandacht aan geeft. Zeker. Toch? En dan heb ik het niet alleen maar over liefde naar je partner of je kinderen, maar gewoon echt naar de wereld. Ja. Nou, dat denk ik dus ook. Ik zat een boek te lezen van Christina von Dreyen. Zij was een meisje die een soort van bizar hoger bewustzijn heeft. Zij is met haar, zij is als tweeling geboren. Haar zusje heeft het niet gered. Zij is in de couveuse, heeft ze heel lang gelegen en tot haar 10 aan de zonnevoeding gezeten. Alle was van alles mis, maar zij communiceert met ja, fijnstoffelijke dingen noemt ze dat dan. Dus geesten en dat soort dingen. Maar geesten, dat, zo noemt zij dat niet, dat is een beetje een eng woord. Maar goed, een heel bijzonder boek, echt heel tof. En zij is dus ook, zij houdt heel erg van de natuur en communiceert met planten en steen. Maar ik zat dat boek te lezen en toen vertelde zij dus over stenen. Wat ze daar ook mee praten. En dat stenen ook een hart en ziel hebben. En dat het, en dat ze ook zei van ja, je een steen oprapen en zomaar anders ergens anders neerzetten. Dat mag je eigenlijk helemaal niet doen, vond zij. Omdat ze vindt, ja, je weet helemaal niet of die steen dat wil. Ja. En het klinkt super kinderachtig. Maar ik was voor die opnames van Expeditie Robinson ging ik altijd wandelen. Dat heb ik eigenlijk net niet gezegd, maar ik ben ook een groot wandelfan. Oh, ja. Dat is echt heel nerdig. Ja, hey, wandelbuddy. Twee nerds aan tafel. Ja. Maar toen ben ik gaan lopen. Ja. En toen ben ik door dat boek. En kijk, ik hou heel erg van dieren en de natuur. Dus daar hoef ik eigenlijk helemaal geen moeite voor te doen. Ja. Ik trek ook geen plantjes uit de grond en dat soort dingen. Maar toen ging ik ook naar die stenen zo kijken. En het klinkt heel raar misschien. Maar als je dat gewoon in jezelf een beetje zegt. Als je een steengedag zegt. Dat geeft best wel een fijn, leuk gevoel. Ja. En dus ik vond vroeger mensen die bomen knuffelden. Daar maken we wel eens grappen over. Maar ik kan nu. Als je er nou vanuit gaat dat bomen ons zuurstof geven. Dan had ik het laatst in deze podcast ook over. En dus voor zorgen dat wij leven. En we knuffelen wel een hond. En we laten ons in ons gezicht likken door een hond. Dan kun je toch een boom ook wel eens op zijn tijd gewoon een knuffel geven. Ja, en je weet ook heel veel niet van bomen. Nee. Ik denk dat over 200 jaar weten we allemaal andere dingen. Ja. We komen nu toch ook allemaal weer informatie naar boven. Over hoe ze ondergronds met elkaar communiceren. Ja. En dat is echt fantastisch. Ja. Nee, ik vind dat ook. Dus wat je zegt, liefde in het algemeen. Naar alles wat leeft. Naar je medemens, maar ook naar de aarde. Ja. En, maar ook naar spullen. Ja. Ook. Dus deze tafel dient. Het vind ik het best wel gewoon prima om af en toe te zeggen in mezelf. Ik zal het niet doen waar heel veel mensen bij zijn, maar dankjewel tafeltje, heb je het lekker gedaan. Ja, zelfs ja. Met mijn auto, dat doe ik sowieso wel. Als ik met mijn auto mij in zo'n langstruk heeft gebracht, dan zeg ik dat lekker bezig, pikkie. Ja, dat gewerkt. Is echt gestoord. Ja. Nee. Dan aan je kant het stuur. Ja, maar dat doe ik echt. Maar dat geeft mij gewoon wel een lekker gevoel. Ja. En er staat een plant daar. Lau, misschien moet je daar nog even. Ben je net iets tegen zeggen? Nee. Hey. Ariana. Oh, dit is de koningin. Wacht. Hey, Betty. Betty. Aima, ja, mooi. Nou, ik had dus wel eens onderzoeken gelezen dat ze dus... Oh nee, dat was toch in Japan zo'n experiment? Dat ze één plantje helemaal verrot hadden gescholden. Ja. Één plant helemaal lief behandeld hadden. En dat die dan die ene ging helemaal groeien. En die andere helemaal verwelken. Dat is echt zo. Dat schijnt zo te zijn. Ja, dat is ik helemaal... weet niet of... Geloof je dat? Jawel, geloof je jawel, dat? Ja, tuurlijk wel. Ik denk het eigenlijk ook wel. Maar ik ben daar niet dat ik dat zie. Maar ik geloof er ook wel weer in dat ik denk... Misschien met de tijd dat we dingen ook wel weer anders gaan zien. We zitten nu denk ik ook in zo'n fase met z'n allen dat we gewoon... Ja, het is allemaal gewoon doorjakkeren, toch? Ja. Allemaal commercie en... Klopt. Ja. Maar als je ervan uitgaat dat je energie uitstoot met je woorden en je gevoel... Dan geloof je wel in, toch, denk ik. Waardoor als je ergens een kamer komt in je voet... Ja. Dan is het niet gek om te doen. Ze hebben dat ook met water gedaan, de kristalvorming in water. Dus ook een flesje water waarop stond je met een sukkel. En een flesje water, je bent perfect, ik hou van je, zoiets. Ja? En dan zie je dus ook, dan zie je dus echt verschil. Ja, van de andere kant weet je ook, dat weet je ook, want je maakt programma's. Als je iets wil bewijzen, dan bewijs je het sowieso. Ja, maar die in beeld. Ja. Snap je? Ik bedoel, als ik nu een documentaire wil maken over waarom tomaten super, super slecht voor je zijn, dan maak ik die documentaire. Ja. Er is altijd wel iemand te vinden die dat gaat zeggen natuurlijk. Ja. Toch geloof ik er wel in. Ja? Ja. Ja. Ja, misschien is het wel zo hoor. Misschien is het wel zo. Laten we daar nog eens wat verder op ingaan. Wanneer gaan we die paddo's nemen? Ja, laten we daar... We zitten op 1 uur en 5 minuten, hè? Oh, dat is wel lang. We hebben gewoon lekker alles volgen. Oh. Volgen. Geloed. Nou, helemaal goed. We gaan dat doen. Op een fijne plek. Ja. Wel gewoon een niet te heftige dosis. Gewoon lekker even chill. Ik vind het leuk om dat met jou te doen. Ik ga dat wel regelen. En dan gaan we daar gewoon... Ik kan die bonbonnetjes regelen. Ze zijn precies afgewogen. Ja, maar dat zijn niet, voel je dan wel wat... Ik kan me ook voorstellen dat dat dan net niet genoeg is. Of... Ja, maar je kan er ook 2 nemen. Ja? Of 3. Oké. Nou, dat gaan we doen. Ja. Kunnen we dat bij jou in de tuin doen? Ja. Oké, dan gaan we dat doen. Dat kan. Dat is hier om de hoek.
Ik moet zo lachen. Volgens mij hebben we deze podcast vorige keer precies op dezelfde manier gesleurd. En hebben we het niet gedaan. Maar daar zat een jaar. Maar ik heb jou toen nog geprobeerd te pakken te krijgen, want wij zouden gaan mediteren op paddo's of MDMA. Ja, maar ik wilde. Maar jij kon niet, want jij moest sober zijn, want je ging een programma opnemen. Ja, wat was er ook weer? Oh ja, nou, ik weet het niet meer. Maar laten we dat doen. Robinson doen. Hey, maar je kan het gewoon. We kunnen het ook op je beach gaan doen. Dat vind ik ook helemaal dat leuk. Dat vind je ook leuk, toch? Ja, helemaal leuk. Kom je bij ons in het huis slapen lekker? Ja, gezellig. Doen we dat? Ja. Nou, Laura, wanneer zit je daar? Ik ga in juli weer, 3 weken. Maar dan zit ik er ook met familie. En dan in september ben ik er een maand voor dat boek. En als ik ga tikken. Dus je mag altijd langskomen. Ja, dat vind ik leuk. Nou, vlieg lekker in. Dat vind ik leuk. Hey, vond je het leuk? Lekker weer even babbelen? Of, ja, waar hebben we het nou eigenlijk over gehad? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Maar ik heb wie heb je allemaal gesproken al? Vandaag? Nee, in de serie. Wie vond je heel leuk? Ik heb namelijk ik heb er 2 geluisterd. Oh ja, nou er staan 120 op, dus fijn dat je zoveel interesse hebt. Estelle heb ik geluisterd. Echt? Ja, was ik wel benieuwd naar. Oké. Ja, ik heb echt veel mensen gehad. Ik vond die wel leuk met Estelle. Ja? Ja. Jij? Ja, ook. Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal wel leuk. Maar ik heb echt... Hoeveel zou ik er gedaan hebben, Jos? 60? Nee, meer. Wat vond ik leuk? Nou, misschien mijn favoriet wel toch Wim Hof. Oh ja, die heb ik niet geluisterd. En ik vond ook de bijzondere Bo, die eerste was gewoon bijzonder, dat mijn eerste was. En die heeft wel wat gedaan voor de serie, want dat vond blijkbaar iedereen heel leuk. En toen is wel een soort van toon gezet. Ja, ik heb een keer met Willem Middelkoop, dat ging over de economie. Dat is echt hele andere invalshoek, maar daar waren mensen ook wel echt enthousiast over. Ik heb een paar gehad waarvan ik... Misschien op voorhand niet per se dacht dat het de beste zou worden. Heb je Kim al gehad? Kees van de Spek heb ik een heel tof gesprek mee gehad. Oh, die is ook 2 keer gekomen. We zijn klaar, toch? Ja, nu wel. Nee, ik ga hem nu uitzetten dan. Oké. Okay. Ja, of moeten we nog even verder? Nee hoor, we kunnen afsluiten. Wil je nog wat zeggen? Nee. Nou, oké. Okay. Hebben we nog wat te zeggen? Weet ik niet wat jij nog allemaal te zeggen hebt. Ja, even nadenken. Nee, laat maar gaan. Nee, dat is niet gelijk te behoorlijk. Nee. Hey mensen, bedankt dat jullie er weer bij waren bij Theeleuten tussen Kai en Lauren. En, Ja, tot een volgende keer. Vergeet niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter. En tot de volgende keer. Doei doei!